Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En wij gaan vandaag naar... Oh, hij is te moe om het te zeggen. Nee. Gek. Wij gaan vandaag naar Center Park. We hebben een kleine vakantie. En ja, we gaan dus lekker naar Center Park toe met het weekje. Ik heb er echt super zin in. Hoi, wij zijn aangekomen op Center Park. Klein heeft net gegeten. Wij zijn nu een spelletje aan het spelen. Mijn zusje aan het koken. En vanavond gaan we lekker bowlen. En ik zal je straks even het huisje laten zien. Want het is echt heel, heel, heel mooi. Hoi, het is vandaag dinsdag. En wij zijn aan het zwemmen. Daar is mijn kleine wakkere aapje. Ik mag niet zwemmen, hij ook niet. Dus wij zitten hier, heel zielig. En straks gaan we... Bowlen. En we gaan uit eten en we gaan naan een quiz. Dus dat wordt heel leuk, ja? Heel erg makkelijk. Aapje, aapje, flaapje. Allemaal heel mooi is het hier. Hoi, het is vandaag donderdag. Woensdag onze laatste dag. Want morgen gaan we naar huis. Mijn kind is echt lekker bezig. We hebben net ontbeten en een tijdje geleden ontbeten en we gaan nu lekker wandelen. Oh my god, puppy! Dat ding wil ik hebben. En daar ga je er weer omheen. Ik zie wel klaar. Ik vlog echt nooit op het zwembad, maar hij slaapt, hij mag toch niet zwemmen, ik mag nog steeds niet zwemmen, dus wij zitten hier maar een beetje niks te doen. Nou ja, hij is aan het slapen, dat is vooral wat hij doet. Zo lief! En hij kijkt gewoon niet. Het was een erg leuke week. We zijn nu thuis. We hebben alles uitgepakt. Nou ja, behalve onze trolley. Maar ja. Dat ga ik zo denk ik even doen. Maar babyfoon is terug. De kleine ligt in bed. Hopelijk wordt hij ook... niet wakker. Althans, valt hij in slaap. Dan wordt hij niet wakker tot de volgende voeding. En ik ga denk ik ook naar bed. Oké, officieel, ik ga stuk. Ik heb net mijn assessment gemaakt voor het HBO. En daar komt uit dat ik slecht ben in Nederlands. Het komische ervan is dat ik nooit en te nemen moeite heb gehad met de Nederlandse taal. Ik heb wel een beetje moeite met tijdsdruk. Als in, ik had overal maar 30 seconden voor. Tijd voor elke vraag, zeg maar. En ik ben niet zo snel in lezen, dus dan is het een beetje lastig. Maar ja, ik heb dus in april heb ik een afspraak voor een intakegesprek. En nou ja, dan wordt het ook doorgenomen, dus dan zal ik het ook wel aangeven. Dat ik op zich geen problemen heb met de Nederlandse taal. Eigenlijk helemaal niet. Voor zover ik weet. En dat het ligt aan het feit dat ik dus niet zo snel ben in lezen. Waardoor ik dus eigenlijk heel snel moest kijken van wat is fout. En dan maak je wel eens fouten, denk ik.
Ik denk dat dat eigenlijk het hele verhaal is. Ik zou anders niet weten waar het aan ligt. Want ik ben echt niet slecht in Nederlands. En gezien de percentage, eigenlijk 35%, zou ik echt heel slecht moeten zijn. En nou ja, dat is dus echt niet het geval. Dus, ja. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Mijn kleine is wakker. En ik ga... Dus maar even... Een schone luide, want hij stinkt zo erg. Niet normaal. En nou, dan moet je eten. Ik ben erachter gekomen waarom mijn baby zo slecht slaapt. Althans, is een vermoeden, zo onrustig is. Buikkrampen. Ik heb hem net toen mijn tante hier was Sapsimplex gegeven weer. Dat is voor zijn buikje. En hij slaapt nu heerlijk. Dus ik denk dat meneer dus weer last heeft van zijn buikje. En dat gaat pas met 4 maanden over, na 4 maanden over. Dus... Het wordt dan weer een Sapsimplexje inslaan. Fijn. Nou, mijn zusje heeft net mijn kleine meegenomen. Dus ik ben vanavond even alleen. En heel eerlijk. Oh, sorry. Heb ik dat denk ik ook echt heel even nodig. Want ik hou van mijn kind. Echt. Maar hij is in zo'n huilbui steeds. Al denk ik dat we het opgelost hebben nu. Maar dat ik hem niet kan neerleggen. Dus ook gewoon bijna geen dingen in het huis kan doen. Dat is echt heel vervelend. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig met hem. En op het moment dat ik hem dan stil heb of aan het slapen heb. Of, dan heb ik al geen zin meer om iets anders te doen. Dus ik heb de kleine maar even een avondje meegedaan aan zijn tante. Die dat overigens erg leuk vindt. Dus. Ik bedoel, zo erg is het niet. En dan komt hij straks gewoon weer lekker thuis. Dus ja. Dus ik heb gewoon denk ik even 3 of 4 uurtjes even voor mezelf. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Nou, we zijn 1 uur en 15 minuten verder. En ik mis mijn kleine man al. Het wordt wat als ik moet gaan werken of naar school moet. Nou ja, dan moet ik wel zeggen, als ik naar school ga, dan is hij ook bijna 1 jaar. Dus is hij 9 maanden of zo. Dus. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ga vandaag naar Bataviastad. Het is nu 10:55. Ik ben mijn havermout aan het eten. En ja, jongens, het is echt super lekker. En ja. Daarna ga ik me aankleden in de kleine ook. Net had gegeten bij Laplace en nu wordt de kleine verschoond en dan gaan we weer verder shoppen.